Ze zouden er een paar dagen samen tussenuit gaan in de zomervakantie van 1998. Jonny Kalk uit Hogezand en zijn dochter Sandra. Maar als hij haar op de afgesproken ochtend ophaalt, is ze niet thuis. Een paar dagen later wordt haar lichaam gevonden. Sandra Kalk blijkt vermoord. Ten eerste of de wereld draait door, maar jezelf zit gewoon in de roes, zeg je dan. Gewoon de roes. Dan hoor je ook alles niet scherp meer. Helemaal niks. Sinds afgelopen zondag wordt de 17-jarige Sandra Kalk uit Hogezand vermist. Dit is Sandra Kalk, de 17-jarige dochter van een transportondernemer uit Kolham. Sinds juni woont ze in een huisje achter een kroeg aan de Sluiskade in Hogezand. Afgelopen maandag verscheen ze niet op een afspraak met haar vader. Zo is Sandra nooit. Sandra die is altijd, als ze niet meer thuis is, laat ze een briefje achter waar ze heen is. Of ze belt mij. Dus en, zo is ze niet. Ze is eenmaal spoorloos verdwenen. Ik ging maandagochtend om 8 uur ging ik naar de woning toe, aan de Sluiskade. En toen kwam ik bij haar woning, was alles wat dicht, de gordijnen waren dicht. En ik kon wel zien daar in de, door de voordeur kon ik zien daar in de hal een lichtje branden. Dus en toen ben ik naar haar vriendin gegaan en, nou, en dan zijn we de hele middag zijn we apart geweest, kijken waar ze geweest is. Als ze weg zou gaan, zou ze me altijd bellen van, goh, ik ben een paar dagen weg of wat dan ook. Ze blijft nooit zo lang weg zonder haar poes eten te geven. Ze heeft altijd make-up bij zich, ze heeft haar tasjes bij zich. En ze loopt nou waarschijnlijk al 5 dagen in dezelfde kleren en zo is zij helemaal niet. Al die spullen die je net opnoemde liggen nog gewoon in haar kamer? Ja, die liggen nog gewoon in haar kamer thuis. Haar vader deed aangifte van vermissing bij de politie, maar nam zelf ook het heft in handen. Als je weggaat van de politie, ja, maar zo, dan gaan de weken overheen en daar is, zoveel tijd heb ik niet. Vader Kalk heeft kunnen herleiden dat Sandra zondagavond rond 11:15 is vertrokken bij vrienden in de Johannes Vermeerstraat in Hogezand. Daarna is ze mogelijk op bezoek gegaan bij een vriend in de vlakbijgelegen Adriaan van Ostadestraat. De man die maandagmorgen naar zijn werk toe ging in Vauxhall, die zag bij de bosperceel te Kolham, zag hij een fiets liggen. Dus die fiets pakte hij op. En midden dat hij de fiets in handen had, kwam een Turkse of Marokkaanse jongen kwam uit de bos uit. En daar heeft hij nog even mee gepraat. En hij heeft die fiets, of die jongen die heeft die fiets gepakt en is er weggereden. En daar heeft hij doorgegeven aan de politie. Het vermiste 17-jarige meisje Sandra Kalk uit Hogezand is waarschijnlijk vermoord. Vanmiddag rond 2 uur werd het levenloze lichaam van het meisje gevonden op een terrein aan de Knijpslaan in Kolham. Vlakbij het transportbedrijf dat wordt gerund door haar vader. Daar kwamen we door een bruikbare tip van een voorbijganger die meende iets te hebben gezien, waardoor wij in het gebied zijn gaan kijken wat er aan de hand was. En zo zijn we op het lichaam van het meisje gestuurd. Is inmiddels al met zekerheid te zeggen of het gaat om een misdrijf? Nou, het is zeer waarschijnlijk dat het om een misdrijf gaat. Ze liet een halskettingje zien van Sandra. Nou ja, die was van Sandra. Dus ja. En toen? En toen was helemaal niks meer. Nee, dan stort je wereld ja, in. Klopt. Helemaal wild. Ten eerste of de wereld draait door, maar jezelf zit gewoon in de roes, zeg je dan. Gewoon de roes. Dan hoor je ook alles niet scherp meer. Helemaal niks. Dus en nou ja, en toen, ja. Ja, en toen weer naar huis toe en zo. En de hele familie die eerst tot de wachten. Dus en, ja, dat was echt verschrikkelijk. Dus en, nou ja. En, is er dan ook meteen woede? Ja. Ja, we waren gelijk een hele groep jongens en we zullen die jongens wel in pakken. Is ze net geboren? Ja, net geboren, ja klopt. Het staat mooi op zo'n antieke kastje. Zo'n kastje, nou. En vroeger ging je, nou, dan moest je zo'n week niet aan. Nou, en daar was de kraanverzorgster was erbij. Ja. Trotse vader. Ja. Met baas. Ja, klopt. Nou, het was toen spannend. Nou, ik dacht bij mezelf, ik zou wel weer een jongen worden, omdat ik al 2 jongens heb. En, nou, en toen, dat was op een middag, dat vind ik nooit weer. En,
Nou, en toen werd Sanne geboren, een meisje. Dus daar hebben we helemaal niet op gerekend. We hadden gerekend als zo'n windjongen worden. Dus daar waren we echt heel blij mee. Met de oudste broertje? Ja, dat is Patrick. Ja. 5 jaar tussen. Hij kijkt heel trots. Ja, ja. Maar hij hield haar s'nachts ook wel eens uit bed, aan baby zijnde. En dan wilde bij hem op zijn bed liggen. Hier wordt ze ook alweer doodgeknuffeld. Ja. Dat geloof. Zijn er ja, 3, ja. Zijn er buiten in de sneeuw. Ja, mooi. Oh, dit is ook mooi, hè? Ja, dus op een bruiloft van mijn zuster en zwager. Als een bruidsmeisje. Bruidsmeisje, ja. Maar van wie was zij? Ik meen, 6 jaar was ze toen. Toen zij 11 was, gingen jullie scheiden? Ja, klopt, ja. Wat had dat voor invloed op haar? Ja, ze wou met mij mee en ze is nog een tijdje met me mee geweest, samen met Christian. Maar ja, gewoon het werd zo dat ze meestal kinderen die woonden bij de moeder. Dus kinderen die zijn weer teruggegaan naar de moeder. En ik heb de, nou ja, ik zeg nou, kan me, dan waren ze toch wel wekelijks bij me. Dus dit is van de school. Een klasfoto? Ja. Waar zit ze? Ja. Oh ja. Zo'n roze shirtje is aan. Mooie krullen. Ja. Net van jou, zeg. Ja, je hebt van mij, ja, klopt. Ja. Ja, zij is de enige die kleur haar heeft. Ja, klopt. Hoe hebben de broers van Sandra gereageerd? Ja, die waren helemaal kapot waren ze. En mijn oudste zoon, die hebben nu nog onder te lijden. Dus die zit al vanaf 99 in de WO. Dus hij kan ze niet concentreren, niet. Auto rijden wil bijna niet. Dus en mijn tweede zoon, die heeft daar wel een beetje opgepakt. En die is voor 4 jaar terug een eigen bedrijf begonnen, dus en dat loopt ook wel goed. De moord brengt een golf van ontzetting teweeg in Hoge Zand. Op 5 augustus wordt het meisje onder grote belangstelling begraven. Nou ja, toen bij de oude loop was bij de uitvaart heel veel mensen. En politie en weet ik veel allemaal. Dus eigenlijk, ik heb er wel een beetje van meegekregen. En daar op de begraafplaats ook waren al honderden mensen waren er al. En, op de, nou, en overal politie en burger. Dus en dat was ook heel dramatisch. En daar ben ook dingen gebeurd, denk ik bij mezelf. God, ik stond erbij en keek ernaar. En die verdachten toen, die 2 jongens die ook nog verdachten waren. Die legde 2 witte rozen op Sandra Graaf heen. Dus mijn zoon die was helemaal wild al. Dus de politie die hield helemaal zeker. Ik denk mezelf, ja, wat ook een lef om hier te komen. Ja. Maar ze konden hun niet verbieden. Niet. Sandra was bevriend met jongens uit de Turkse gemeenschap van Hoge Zand. En in die kring is ook de politie ook de dader van de moord. Bij een poging om verdachten van de moord op Sandra Kalk aan te houden, heeft de politie vanmiddag in Hoge Zand de hoofdverdachte doodgeschoten. De man opende het vuur op de agenten die hem wilden arresteren. De schietpartij vond plaats na een achtervolging. De politie wist de verdachte klem te rijden op de parkeerplaats aan de Sluiskade in Hoge Zand. Een van de 2 inzittenden van de vluchtauto stapte daarna uit en rende weg. Na zo'n 10 meter draaide hij zich om en opende het vuur op de agenten. 1 agent schoot terug, maar de verdachte rende door om even later opnieuw op de agenten te schieten. Een 2e agent schoot erop opnieuw op de verdachte en trof de man dodelijk. Omdat andere verdachten vrij uitgaan en haar man dood is, sluit justitie het dossier. Vader Kalk legt zich daar niet bij neer. Samen met vrienden van Sandra zoekt hij nog steeds getuigen. Na 15 jaar gelooft Johnny Kalk nog steeds niet dat de man die omkwam bij de schietpartij de moordenaar is van zijn dochter. Hij hoopt dat het onderzoek ooit heropend wordt. Sanne krijg ik niet weer. Dat denk ik zeker. Dat weet ik wel. Maar Sanne die is vermoord en de dader loopt vrij rond. Die dader moet gepakt worden. Daar ben je van overtuigd? Ja. Dat hij vrij rond loopt? Ja, absoluut. 100% zeker. Dus en ze kan wel zeggen, ja, hij heeft hoogwaarschijnlijk heeft hij gedaan, maar nee, er zijn veel andere feiten. Ze was toen achtervolgd al door een auto met 2 mensen erin. Dus er zijn altijd meerdere personen bij je betrokken. Jij gelooft dus 100% niet dat deze zaak Nee, helemaal niet. Er zijn nu nog sporen, die zijn haar nog gevonden. En daar konden we toen in de tijd geen DNA van maken, maar dat is momenteel wel mogelijk.
En dat was eigenlijk onze enige hoop. Als ze die DNA gaan onderzoeken van die haar, als ze de DNA uitkrijgen, dan kan ze, nee, en mocht het wel één persoon zijn, nou, dan hebben we er rust mee. Maar ik weet 100% zeker dat het niet zo is. Zolang de zaak niet is opgelost en zo, dan blijft het maar doorgaan. En bij de rest van de familie ook. Dus die kan eigenlijk niet afsluiten. Niet. Elke zondag. Elke zondag? Elke zondag, ja. Een vast ritueel? Ja, elke zondag, ook wel een keer zaterdagavond. En nou ja, met haar verjaardag en zo, dan komen we er wat eerder, of vaker wel. Feestdagen, dan wel altijd. Nou, en straks 21 april is de verjaardag. Dus daarna dan komen we hier met de hele familie komen hier op die dag. En toch, ja, elke zaterdag of zondag ben ik hier. Dan maak ik een boel schoon, zeg een paar nieuwe lampjes op. En wat betekent deze plek voor jou? Ja, dit is haar laatste rustplek. Wat er ligt. Dus ze zal hier begraven en dat weet ik. En, ja, maar ik wil het toch. Toch ga ik hier altijd heen. In het begin was het moeilijk. In het begin durfde ik eerst niet om hier te komen. Nee, ik heb de eerste 2 maanden hier, ben ik hier niet geweest. Toen de tijd deze huis aan bouwen, dus daar heb ik mijn agressie op gebordvierd. Dus gewoon metselen en metselen, nog metselen. Dus als hij steen kon praten, dat was niet best. Dus zo heb ik eigenlijk een beetje afgereageerd. Ja, afgereageerd, ja. Ja. Hielp dat? Jawel, maar s'avonds als je op bed gaat, dan moet ik echt moe zijn, dan slaap ik wel. Maar als je dan echt niet moe bent, dan begin je de hele nacht te denken. Nou, en dan word je zo middernacht om 3 uur wakker. Nou, dan kan je niet meer slapen, hoor. En wat dacht je dan? Nou ja, dacht aan Sandra en zo. En hoe het gebeurde als ze benauwd hebben gehad en zo. En als ze daar aanzien komen en dit en dat allemaal. Het hebben bij mij heb wel, nou, sowieso wel 7 jaar geduurd. Ja, want ik ging samen met je op berg en ik sprak weer vanaf. En nu kan ik ietsje loslaten, ietsje wel. Maar toch, als ik een tijdje heb van rust, dat ik zeg, goh jongen, ik heb nog even niks te doen. Dan ga je toch weer denken, hè? En nu nog, hè? Ja? Ja. Ja. Het is al wel 15 jaar geleden wel, maar nee, toch, je denkt altijd aan. Ja. En wat zijn dan zo je gedachten als je hier bezig bent? Nou, dan maak ik boel schoon en dan ga ik zitten nou, en dan ga ik met haar praten. Praten? Ja. 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 En wat vertel je dan aan? Nou, ik zeg, nou ja, hoe is het nou zo? En ik zeg, ik wou dat jij mij de waarheid kon vertellen wat gebeurd is. Maar dat is nog op dit moment nog niet gebeurd. En als je hier dan geweest bent en je gaat weer naar huis, heb je dan een soort van rust of wat geeft het je? Ja, dit geeft wel een rust. Nou, ik ben bij haar geweest en ook als ik zelf jarig ben, dan ga ik hier ook heen. Nou ja, dan zei je kan niet meer bij haar komen, dus ik kom gewoon bij haar. Op verjaardag. Nou, dan zeg ik een bloemetje heen hier voor haar. Nou, dan blijf een kwartiertje bij hier. Nou ja, dan ga ik weer weg. Dus ja, dit is het laatste plekje waar wij heen kunnen gaan. En ja, en toch elke week nog nieuwe lampjes. Nou, en nu is de winterperiode, mijn bloem kan je daar niet meer inzetten, niet meer. Dat gaat toch allemaal kapot. En toch elke week een zomermaand ook, dus elke week een verse bloem. Ja. Ja. Dus het is wel moeilijk, hè. En, soms dan zit ik ook wel een half uurtje hier wel, hè. Dus soms ben ik maar 1-5 minuutjes, maar soms ben ik ook wel een half uur. Ja? Ja. En laat je hier dan ook je emotie te vrije lopen? Nou, soms wel. En vooral in het begin kon ik er helemaal niet over. En nu wordt het een beetje draaglijker. Dus, maar in het begin zo, nee, had ik wel helemaal niet. Dus en dan heb ik gewoon, dan ga je het over dromen en zo allemaal. Nou, en dan kwam Sander, die kwam bij me. In mijn droom. Oh ja? Ja. Ja. Dus nou, ik weet hoe Sandra is. Dus nee, maar dit had haar eigenlijk nooit mogen gebeuren, dit niet. Maar haar niet. Nee. Dus en dat is het heel moeilijk. Ja. Maar ik heb in ieder geval een plek waar ik nog heen kan gaan, naar toe. Met familie ook.
Dat is belangrijk. Ja, klopt. Ja, hoor.